harte welkom bij mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Sheila Drieman, ik ben een reizende Instagram-coach en ik geef jou enorm veel tips over hoe je kunt groeien op Instagram. En daarnaast neem ik je mee in mijn leven als digital nomad. In mijn vorige video heb je kunnen zien dat we een wandeling maakten door San Cristobal in Mexico, dat we oud en nieuw hebben gevierd en voor het eerst naar een aesthetic dance zijn geweest. De eerste dag van week 10 hebben mijn vriend en ik vooral gewerkt. En in de middag zijn we de stad ingegaan, want we hoorden namelijk dat er een Nederlandse patatzaak zit, genaamd Friet van Frida. En na bijna 2 maanden geen Nederlandse patat gegeten te hebben, konden we dat zeker niet overslaan. Ze maakten hier ook kaassoufflés, bitterballen en de patatjes waren compleet met patatje joppie, patatje speciaal, etc. Wij hadden alleen een patatje genomen en dat was heerlijk. En na dat patatje zijn we weer naar onze Spaanse les gegaan, want we hadden elke week een Spaanse les. En na die Spaanse les, dus nadat we een uur lang Spaans hadden gesproken, zijn we weer verder de stad ingegaan. Want er was namelijk een kerkje dat we heel graag nog wilden zien. En om bij deze kerk te komen, moest je eerst een grote trap op, want bovenop de berg stond de kerk. En eenmaal boven aangekomen was de kerk helaas dicht, maar we hebben wel nog een heel mooi uitzicht gehad over San Cristobal. De rest van de week hebben mijn vriend en ik nog veel gewerkt. En de ene laatste dag zijn we nog uit eten gegaan met 4 andere Nederlanders die we hier hadden ontmoet. Was heel gezellig. We hebben geen afscheid genomen, want ook zij gingen nog verder reizen door Latijns-Amerika. Dus wie weet zien we elkaar nog wel in een ander land. De laatste avond in San Cristobal en dus ook in Co-Forum voor de co-living waar wij verbleven, hebben we met z'n allen gebarbecued, wat heel gezellig en lekker was. En daarna zijn we naar een open mic geweest. En een open mic, ik dacht eerst dat het karaoke was, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een podium voor beginnende artiesten of voor mensen die goed kunnen zingen, zodat ze de kans krijgen om voor het publiek te kunnen zingen. Siempre tengo un idol. Y resulta imposible de sacarme este nudo. Que desde tu partida dejó inmóvil mi mundo. En na die avond afscheid genomen te hebben van iedereen en nog een kort nachtje geslapen te hebben, zijn we de volgende dag vroeg in de ochtend naar het vliegveld gereden, want het was namelijk tijd om San Cristobal te verlaten en te vliegen naar onze volgende bestemming in Tulum in Mexico. Tulum is een oude Maya-stad dat ligt op het schiereiland Yucatan. En dat ligt aan de oostkust van Mexico. En hier hadden wij een Airbnb geboekt, een appartement op de eerste verdieping met airco, want dat was zeker nodig. En we hadden ook een heerlijk zwembad. En de eerstvolgende dag zijn we de stad ingegaan om Tulum te verkennen en boodschappen te doen. En Tulum is eigenlijk gewoon 1 grote straat met aan beide kanten restaurants en winkels. Het is best wel toeristisch, maar op zich wel gezellig. Op zondag, de laatste dag van de week, hebben we een cenote tour gedaan. We zijn hier met de fiets naartoe gegaan en hebben heerlijk gezwommen en gesnorkeld. Een cenote is eigenlijk een grot dat water bevat en waar je dus kunt zwemmen. En in Yucatan zijn er ongeveer 3000 cenotes. We zijn er niet overal geweest. We hebben er vandaag alleen 2 bezocht en dat was heel mooi. Dit waren beide open cenotes, dus de grot is er niet omheen, maar onder water. En het is echt heerlijk om hier te zwemmen, want het is allemaal zoet water. En ook was dit weer een heerlijke afsluiter van deze week. In de volgende video neem ik je mee met de eerste echte week in Tulum. We deden een food tour. We gingen naar Chichen Itza, de bekende Maya-tempel in Yucatan. En we hebben in hele mooie cenotes gesprongen. Benieuwd? Stay tuned! Vond je deze video leuk en wil je meer van mijn avonturen zien als digital nomad? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Dat is trouwens geheel gratis. Oké, tot de volgende video. Ciao!